kun je uit jouw taalgebruik afleiden uit welk dorp je komt. Dit is de Universiteit van Nederland. Zou je dat inderdaad kunnen? Zou je kunnen horen aan iemand uit welk dorp die komt, uit welke streek die komt? Mensen denken vaak dat ik die vaardigheid heb en ik laat ze ook graag in die waan. Ze stellen me soms op de proef. En het is, moet ik zeggen, het is ook wel een van de bronnen van mijn oorspronkelijke belangstelling, fascinatie voor taal geweest. Die kleine verschillen die er zijn tussen dialecten en het feit dat iedereen net een beetje anders praat en je dus ieder persoon zou kunnen identificeren aan hoe die spreekt, waar die vandaan komt. Toen ik kind was, heb ik een keer gefascineerd gekeken naar My Fair Lady. My Fair Lady, daar komt de beroemdste taalkundige in voor uit de filmgeschiedenis, professor Higgins. Professor Higgins vindt een meisje, een bloemenverkoopster, en gaat haar opleiden om keurig Engels te spreken. Maar hij heeft bovendien die vaardigheid. Hij kan bij iedereen horen in de Nederlandse versie, als ik me goed herinner. Komt hij op de markt en dan beginnen mensen hem uit te horen en hij zegt tegen iemand: volgens mij kom jij uit Breda, maar je hebt je hele leven ook in Indië gewoond. En zoveel detail kan hij dat horen. En ik dacht, dat wil ik ook kunnen. Zouden wij dat ook kunnen? Denken jullie dat je het kunt? Jullie moeten nu zeggen, ja, wij denken dat we dat kunnen. Ja, wij denken dat wij dat kunnen, Mark. Nou, dat zullen we dan wel eens zien. Het volgende fragment. Waar komt dat vandaan? Welke streek ga je horen? Het is een echt dialect, dus dat maakt het wat makkelijker. Vroeger ging het zo, als je op zee was, dan moest je alles op het lood. En voor de zeil moest je dat al, was het in de wind. Ja. Wie? Sorry? De grauw in Zeeuws-Vlaanderen. Nee, dat is helemaal fout. Het komt zelfs niet in de buurt. Dat geef ik. Volendam komt in ieder geval in de buurt, maar dat is omdat het grauw zo heel erg fout was. Zuid-Groningen, we komen langzamerhand dichter in de buurt. Met z'n allen komen we er wel. Het is Urk. Urk. Het is het dialect van Urk. Het traditionele dialect van Urk. Ik vind dit een leuk spelletje. Ik werk op het Meertens Instituut, daar onderzoeken we dit. We hebben een hele grote website vol met dit soort materiaal, waar je dit spelletje eindeloos met jezelf kunt spelen. Ik ben er ook met deze fascinatie voor dialecten uiteindelijk gelukkig komen werken. Dat is je droom als je een Nederlandse dialectonderzoeker bent. En ben daar terechtgekomen in het onderzoek daarna. En dat is natuurlijk eigenlijk wel weer wat anders. Daar doet zich ook weer de vraag voor, waarom zou je dit onderzoeken? Wat is de reden om dit soort onderzoek te doen? Ik heb wat spullen meegenomen. Ik heb bijvoorbeeld hier meegenomen van het Meertens Instituut. Deze bandrecorder. Het is een draagbare bandrecorder. Dat was een van de eerste draagbare bandrecorders in Nederland. Die in de jaren 50 is aangeschaft, waarschijnlijk door het instituut, om onderzoek te doen. Die namen dus onderzoekers mee op hun brommer of op hun fiets. Want je moest van dorp naar dorp en dat waren meestal zandweggetjes. En dit kon mooi achterop. Alhoewel de dialectologen, mijn voorgangers, ook al wel heel snel autootjes kochten om dat onderzoek mee te doen. En waarom deden ze dat onderzoek nu? Om verschillende redenen. Ik laat hier een kaart zien. Dit is een van de eerste kaarten die er gemaakt zijn op het Meertens Instituut, waarschijnlijk over dialecten. Deze kaart gaat over het woord voor aardbei. En het woord voor aardbei in Zeeland. Een van de dingen die je kunt zien is dat ze hier in deze streek zeggen frezen of frinzen. Met andere
woorden dat ze het Franse woord daarvoor gebruiken. En dat was zo'n beetje de allereerste aanzet van dit soort onderzoek, was historische belangstelling. Hoe hebben talen elkaar beïnvloed? Waar zijn Germaanse stammen ooit neergestreken? En hoe hebben die de taal, hoe hebben die de taal beïnvloed? En wat kunnen we omgekeerd leren uit die verspreiding van die dialecten door wat we nu nog vinden daaraan? Mensen deden ook onderzoek naar de invloed van het klimaat. De invloed van het klimaat op taal. Waarom zeggen ze in Zeeland, waarom zeggen ze in plaats van ja, yeah? Waarom? Nou, in Zeeland, dat ligt bij zee, daar waait het altijd zo hard. En als je yeah zegt, doe je mond meer dicht dan als je ja zegt. Kun je zien, ja, yeah. He? Dus dat is de reden. Mensen waren bang voor de wind en deden hun mond meer dicht. Het is een echte, serieuze verklaring geweest. Het is niet het soort verklaring waar wij nu nog in geïnteresseerd zijn. Het is niet het soort verklaring waar wij nu nog in geloven. We onderzoeken dialecten nu eigenlijk vooral om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat we geïnteresseerd zijn in hoe taal werkt. Hoe werkt taal nu in onze geest? Hoe werkt taal voor ons mensen? En precies door naar dialecten te kijken, kun je die dialecten die op heel kleine, subtiele wijze van elkaar verschillen, kun je iets leren over hoe taal werkt. Bijvoorbeeld. In het Nederlands kun je zeggen, ik denk dat ik zou kunnen willen hebben leren zwemmen. Een zin die eindigt met een heleboel verschillende werkwoorden. Laten we het een beetje versimpelen. Laten we zeggen, ik vind dat jij moet kunnen zwemmen. Eindigt op drie werkwoorden. Moet, kunnen, zwemmen. Drie werkwoorden kun je in zes verschillende volgordes zetten. Die zes volgordes zie je hier. Ik vind dat jij moet kunnen zwemmen. Ik vind dat jij moet zwemmen kunnen. Ik vind dat jij zwemmen kunnen moet. Ik vind dat jij zwemmen moet kunnen. Ik vind dat jij kunnen zwemmen moet. En ik vind dat jij kunnen moet zwemmen. En in Nederlandse dialecten vinden we ook sommige van die volgorde. In ieder geval de eerste vier daarvan. De laatste twee, die vind je niet. En als je eerlijk bent, jullie spreken allemaal Nederlands. Nederlands is allemaal jullie moedertaal. Ook als je geen dialect spreekt, dan voel je waarschijnlijk wel dat ik vind dat jij kunnen zwemmen moet. En vooral ik vind dat jij kunnen moet zwemmen. Een hele rare, onnatuurlijke volgorde is. En ons idee is dus dat het Nederlands een soort mobiel is met die drie werkwoorden die je op allerlei manieren kunt draaien, maar zo draaien dat kunnen vooraan komt te staan en dat kunnen ook nog, dat moet ook nog vooraf gaat aan zwemmen, dat kun je kennelijk niet. Dat is kennelijk niet mogelijk, dat zit kennelijk niet in ons systeem. En dat weten we alleen maar omdat we al die verschillende dialecten op een rijtje kunnen zetten. Hè? Dat kun je niet weten als je alleen maar naar het standaard Nederlands kijkt, want dan heb je maar één of twee van deze volgordes. Je wil weten wat er allemaal wel mogelijk is. We weten dus eigenlijk ook al heel veel over die subtiele verschillen. De vraag is dus of we dan nu met al die kennis die we hebben verkregen op deze manier, of we daarmee inderdaad kunnen vaststellen, jij komt daar vandaan. Jij komt daar vandaan. Jij komt daar vandaan. Zou ik dat kunnen? We hebben op het Meertens Instituut een aantal jaar geleden een app gemaakt. Die heet De Taaldetector. Waar mensen vragen stellen en zo proberen te determineren waar iemand vandaan komt. En bij wijze van experiment wil ik nu met jullie vandaag de levende taaldetector doen. Dus ik heb een vrijwilliger nodig onder jullie. En ik ga die vrijwilliger een paar vragen stellen. En aan de hand van die paar vragen ga ik gegarandeerd vaststellen waar die persoon vandaan komt. Wie? Die meneer. Applaus voor deze meneer. Wat is uw naam? Sander. Kun je zelf de microfoon vasthouden? Ja.
Sander, ik ga je dus nu een paar vragen stellen. Luister goed en geconcentreerd en geef het juiste antwoord. Vraag 1. Hoe noem je dit? Friet. Ja, friet. Frietjes. Oké, dus dat geeft ons natuurlijk een aanwijzing. Hè? Dit gaat over het frietgebied. Waarschijnlijk komt meneer uit het zuiden van het taalgebied. Vraag, hè, we hebben al de helft van Nederland eraf gehakt. Vraag 2. Hoe noem je dit? Overigens, het thema is de snackbar. Ja, een rode juin. Een juin. Ja, dat maakt het gebied al wat kleiner. Heeft u een idee? Brabant, denk ik, zo'n beetje. Vraag 3. Wat zegt u hier? Jan had het hele bord met friet op willen eten. Heel goed. Nu weten we zeker dat dit Brabant is. Ik zeg niks. En ik ga dus... nee, u mag nog niks zeggen. Maar ik denk dat het Brabant is, dames en heren. Ik ga nu 1 vraag nog stellen om het helemaal precies vast te stellen. Stel, u bent in de snackbar. En ze leveren u slechte waar. Wat zegt u dan tegen die snackbarhouder? Dat het een appetjoek is. Meneer, u komt uit Tilburg. Keigoed. Keigoed. Dank je wel. Met een aantal gerichte vragen kun je zelfs bij mensen van wie ze die vinden dat ze helemaal niet zo heel erg diep dialect spreken, toch nog wel redelijk achterhalen waar ze ongeveer vandaan komen. Dat dialect is wel inderdaad langzaam maar zeker aan het afvlakken, langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Er wordt steeds minder dialect gesproken in Nederland. Een interessant bijverschijnsel daarbij vind ik een verschijnsel dat we noemen dialectrenaissance. Namelijk dat terwijl mensen in het dagelijks leven steeds minder dialect gebruiken, het dialect wel steeds meer gaan gebruiken voor culturele of quasi-culturele gebeurtenissen. Bijvoorbeeld wat u hier ziet is een Zeeuws leesplankje. Wat u hier ziet is Jip en Janneke vertaald in het Twents. Jipke en Janneuken. En wat u hier ziet is Asterix vertaald in het Limburgs. En wat ik niet heb meegenomen is een enorme stapel andere teksten die er vertaald zijn in de loop van de afgelopen 10, 15 jaar in allerlei dialecten. En het loopt van die stripverhalen en Jipken en Janneuken tot en met de Bijbel. En er zijn films en tv-series waarin dialect wordt gebruikt. Er is muziek waarin in het dialect wordt gezongen. Er is bijvoorbeeld Daniel Lohuis. Jij woont hier ver vandaan, zingen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg. Voor mijn hele leven ben ik met deze horizon. Het interessante is dat zingen in dialect iets heel nieuws is. Op het Meertens Instituut wordt al tientallen jaren worden liedjes verzameld. Tientallen jaren, ook in de jaren 50 gingen er mensen langs boerderijen om oude boerinnen vast te leggen die liedjes zongen die ze zich herinnerden uit hun jeugd. En het interessante is, die mensen als ze werden geïnterviewd, spraken ze alleen maar dialect. Ze spraken alleen maar dialect, maar zodra ze gingen zingen, schakelden ze over naar de standaardtaal, naar het standaard Nederlands. Ze hadden misschien een enorm accent, maar ze zongen dan bijvoorbeeld: ik wil met je treuwen en zal altijd van je houden. He? Wat alleen maar rijmt als je terugvertaalt naar het Nederlands. De reden was dat waarschijnlijk dat die liedjes die werden verspreid op papier.
En op papier werd er alleen maar standaardtaal geschreven. Maar nu, terwijl langzamerhand dat dialect steeds minder gebruikt wordt in het dagelijks leven, worden mensen er opeens trots op en gaan ze het gebruiken in de cultuur. Wordt het iets heel anders? Wordt het een cultureel instrument? Wordt het een instrument om te laten zien wie je bent? Dat speelt een heel erg belangrijke rol in taal. Laten zien wie je bent. Oké, als je dan zo nodig wil laten zien wie je bent, wat zegt het dan over onze taal? Waarom nemen mensen allerlei dingen van elkaar over? Waarom is het zo raar om met een Gooise R te spreken? Dat willen jullie nu heel graag weten. En daarover gaat het volgende college.